Bij de invoering van een complex computersysteem is het vaak dat het zoet pas na het zuur komt. Het Amsterdam Medisch Centrum kan daarover meepraten. Zij zijn onlangs gestart met de invoering van een intern elektronisch patiëntendossier. De eerste dagen na de invoering liepen medewerkers van de technische dienst met de herkenbare vestjes rond om de zogeheten brandjes te blussen. Bij HRM is dat niet veel anders. Het invoeren en leren werken met HR-systemen kost even tijd. Professor Tanja Bondaroek constateerde vorig jaar dat menig HRM-systemen waar de online vakantiedagen, beoordelingsgesprekken en declaraties moeten worden vastgelegd, verkeerd is ingesteld. Dat doet me denken aan de auteur Tim Ferriss. Zijn werkwijze komt erop neer dat je moet doen waar je goed in bent en dat je de zaken die je niet zo goed kunt of die je veel tijd kosten, juist uitbesteedt. Organisaties die niet veel van IT weten, doen er verstandig aan om een externe partij te benaderen die ze daarbij begeleidt en een passende oplossing implementeert. De kunst van het uitbesteden is iets dat start-ups vaak goed hebben begrepen. Zij focussen zich op waar ze goed in zijn en gebruiken andere benodigde kennis van externen. Durf je IT en je administratie uit te besteden, maar zorg vooraf wel dat je weet hoe er met die data wordt omgegaan en wie waarvoor verantwoordelijk is. Volgens Bondaroek kun je de invoering van EHRM het beste aanpakken door er zowel van bovenaf als van onderaf naar te kijken. Op die manier haal je betere cijfers uit je organisatie. Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM en salaris? Volg ons op Twitter of bezoek onze website.